Art, hallo. Ja. Art Kev. Ja. Hoe heb je gereden vandaag tot nu toe? Nou, de eerste zin was moeilijk. Weinig, een beetje wegleggingsproblemen. Veel glijden op de banden. Ja. We zijn met gebruikte gebandenstart, maar op een manier krijgen we niet de grip erin. Dus het was een beetje overleven, maar wel redelijk goede tijden kunnen rijden. En de tweede stint, gewoon de achter. Ik snap het verband gelijk. Ja, je snapt hem meteen? Nou, daar ben ik heel blij mee, heel blij. En de eerste stint een beetje last van mijn remmen. Ik had niet genoeg remdruk. Dus de tweede stint de rem ontlucht. De banden van achter naar voren gedaan en zo. En toen ging het echt top. Echt, de tweede stint was echt heerlijk. Was echt een wereld van verschil. Ja, echt een wereld van verschil. En dan zit je, ben je ook niet moe. Dan stap je uit en denk je, oh, ik heb al een uur gereden, maar ik kan nog wel even doorgaan. Nou, een hele fijne, vrolijke rijder zie ik. Ja, zeker, 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 zeker. Nu hopen dat het nog in de stand wat beter gaat, maar dat is even wachten nu. Ja. En verder, heb je nog moeilijkheden waar je tegenaan bent gelopen vandaag, omdat de race zo lang duurt? Of wat is nou echt jouw puntje dat je denkt, in een endurance cup vind ik dat wel lastig? Sommige langzame deelnemers die gewoon niet kijken. Dus absoluut niet kijken. Dus het ligt niks aan jou, maar jij bent gewoon veel te snel voor de rest. Ja, dat ga je net over jezelf zeggen, maar op dat moment ben je veel sneller. En als... Subtiel zegt hij het eigenlijk wel, hè? Maar als er iemand naast je zit, of je zit naast iemand en hij stuurt in, dan kan ik geen kalm meer op. Ja, wat moet ik dan nog, weet je? Ja. Dus dat is wel heel erg jammer dat dat gebeurt. Maar oké, dat hoort erbij, maar dat maakt het ook wel weer leuk. Dus ik heb goede teammaatjes. Mijn ene teammaat die heeft al een jaar niet gereden, dat merken we wel een beetje. Dus wat wij winnen, dat verliezen we weer een beetje erin. Maar we hopen nu in zijn tweede zin dat hij het tempo kan opvoeren, dat hij wat dichterbij komt te zitten. Ik wou net zeggen, we rise by lift each other. Let's hope zo. Let's hope. Maar het duurt nog, we zijn nog niet eens op de helft geloof ik. Dus er kan nog zoveel gebeuren. Dus wij gaan er gewoon voor dat we aan het eind van de race gewoon goed staan. Vind je het jammer dat het niet regent? Nou, voor jullie niet, voor het publiek en zo, maar voor mij maakt het geen reet uit. Ik vind regen leuk, ik vind droog mooi, maakt mij niet uit. Ik vind alles leuk. Maar voor de mensen die komen kijken nu en ik heb wat gasten, dan is het beter om droog te hebben. Superleuk. En zou je nog wat willen zeggen tegen alle fans van DNT TV? Ja, ik vind gewoon de DNT is zo'n leuk evenement. Als je hier als fan of toeschouwer komt kijken, je mag overal rondlopen, je mag overal kijken. Je kan met de teams naar binnen komen, je hoeft geen toegangskaartje te kopen. En je hebt de dag van je leven gewoon. Dus ja, het is gewoon fantastisch. Dichterbij, het racen kom je niet. Echt dichterbij kom je niet. Heb je daar nou ook een speciale vrolijkheidsoerkreet voor? Hoe gaat die? Jeetje, Mira. Yeah, DDD! Hey, dankjewel Tobbe. En succes nog vandaag. Dankjewel, jullie ook hè. Oké, thanks.